De twee veelbesproken woningbranden die op 1 en 2 januari woedden aan respectievelijk de Marie en Flamingostraat hebben voor heel wat commotie gezorgd binnen de samenleving. Door de branden zijn 11 mensen aan de Mariestraat dakloos geworden en aan de Mariestraat waren er 4 levens te betreuren. Dit bevestigt brandweervoorlichter Ulrich Coats tegenover onze redactie. Voorlichter Alten Pinas vertelt dat het geval op 1 januari heel erg aan toe ging. In de woning bleven er 5 mensen. Moeder en de zoon en 3 kleinkinderen. Ja. De 3 kleinkinderen zijn kinderen van die mevrouw, haar dochter. Mm-hmm. Maar die kinderen bleven met hun grootmoeder. Die zoon was op het werk, zegt hij. En zo tegen rond 12:30 is hij nog naar huis gekomen. Hij houdt de wacht aan de kwade weg. Hij kwam dan thuis om zijn moeder goed nieuwjaar toe te wensen. En hun nichtjes 2 uur daarna, toen hij op het werk was, weer kreeg hij een bericht van zijn vader. Ja. Die niet daar woont, maar bevriend is met de buren. De buren belden naar die vader dat er Dat is eigenlijk gebeurd. 11 mensen zijn dus dakloos geworden aan de Flamingostraat en 4 levens zijn te betreuren aan de Mariestraat. Pina zegt dat er ook binnen het brandweerkorps geschokt is gereageerd op de brand aan de Mariestraat. In het geval van de Flamingostraat verneemt de redactie dat een van de kinderen met een matras en vuur speelde. Ten tijde van de brand waren de moeders niet thuis. Zij hadden hun kinderen onder toezicht van hun opa, die op hetzelfde erf woont, gelaten. De 9 kinderen die op het adres woonden, bleven ongedeerd. Het aantal vuurwerkslachtoffers is volgens Coats op 6 gebleven. Een derde van de slachtoffers was niet eens met vuurwerk bezig, terwijl de andere gevallen door onvoorzichtigheid ontstonden. Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur wil volgens directeur Mike Antonius voor het jaar 2022 haar dienstverlening verder automatiseren. Het bedrijf moet zodanig worden ingericht dat het op den duur zichzelf kan gaan bedienen. Verder zullen wij in 2022 ons LTE-netwerk verder uitbreiden, zegt Antonius. Dat vinden we noodzakelijk om de verbindingen verder naar een hoger niveau te tillen. We blijven daar niet stilzitten. We hebben dat dit jaar al gedaan en gaan er volgend jaar verder mee. We zitten ook in 2022 dat we doorgaan met optimaliseren van de last mile. Met name in de gebieden waar we fiber to the curb hebben. Waarbij de snelheden, waarbij klanten nog klagen. Er zijn gebieden waar we nog hangkoper hebben. We gaan eens een aanvang maken om de hangkoper te vervangen. Het resulteert in veel storingen en daarmee kunnen wij zeg maar de klachten verminderen. Dus dat is iets dat we verder oppakken. En wat we verder ook zullen doen is veel accent leggen op digitale transformatie. We gaan ook onze medewerkers daarin in dat traject mee moeten nemen, omdat we steeds meer digitale moeten denken. Telesuur zal voor dit jaar anders omgaan met de werving en selectie van nieuw personeel. Wij gaan ons meer focussen op mensen met digitaal talent, zegt de directeur. Want het wil niet per definitie zeggen dat wanneer iemand jong is, dat het een digitaal talent is. Tot slot, wat is uw nieuwjaarsboodschap naar de rest van de samenleving en ook naar uw medewerkers toe? Nou, mijn boodschap is dat we niet moeten verwachten dat de pandemie het komend jaar ook wel weer opgelost zal zijn. Vele mensen hadden het gehoopt dat het voorbij zou zijn in 2022.
We gaan er nog even mee verder moeten. We moeten adjusten naar nieuwe situaties. We moeten ons aanpassen. Ik wil doorgaan met afstand werken, afstand betalen. Toch? Dat zijn dingen die we aan moeten gaan wennen. We hebben sommige guinties. We praten over, we zijn een cashcultuur en dergelijke. We zullen die digitale transformatie als bedrijf, maar in het bijzonder als gemeenschap moeten maken. Want als bedrijf kunnen we het initiëren, we kunnen het faciliteren. Maar op den duur zal die adoptie vanuit de samenleving moeten gebeuren. Dus laten wij dat omarmen en die digitale transformatie gezamenlijk doormaken. Telesuur bestond afgelopen zaterdag 41 jaar. En de directeur hoopt dat transformatie ook samen met de samenleving te kunnen delen. President Chandrika Prasad Santokhi zal van 1 juli tot en met 31 december 2022 het voorzitterschap van de Caribbean Community, de CARICOM, bekleden. In dat kader zal Suriname het gastland zijn van de 43ste reguliere vergadering van de CARICOM staatshoofden en regeringsleiders, welke wordt gehouden van 4 tot en met 6 juli 2022. President Santokhi zal de komende 18 maanden intensiever betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de Caribische regio. In het zogeheten quasi-kabinet van CARICOM-staatshoofden is het portfolio van Suriname gericht op genderaangelegenheden, jeugd, sport en cultuur. Om Santokhi te ondersteunen in zijn functie als CARICOM-voorzitter is er een speciale CARICOM-commissie ingesteld, bestaande uit functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, het kabinet van de president en enkele andere relevante instanties. Roberto Prade is ontheven uit zijn functie als korpschef van de politie. Dit bevestigt het ministerie van Justitie en Politie vandaag in een schrijven. President Chandrika Prasad Santokhi had 2 weken geleden aangegeven dat de korpsleiding begin januari vervangen zou worden. De totale organisatie zou ook onder de loep genomen worden. En we hebben het besluit genomen dat er een drastische reorganisatie daarbij korpspolitie na moet komen door eerst de korpsleiding te vervangen. En vandaag heb ik de minister van Justitie en Politie de opdracht al gegeven. Eerste week van januari moet dit op de agenda komen. Want wij willen naar een modern en gezond apparaat gaan waarop de regering kan rekenen. En waarop de samenleving ook kan rekenen. Dat ze voldoende bescherming bieden aan de samenleving. Prade is vanmorgen door justitieminister Kenneth Amoxie ontvangen. Waarbij hem is meegedeeld dat het bevoegd gezag heeft besloten om hem uit zijn functie te ontheffen. Het bestuur van de Surinaamse Politiebond is ondertussen ook over deze kwestie geïnformeerd. Er deden al enige tijd geruchten de ronde over het vervangen van de korpschef. Tijdens een persconferentie in december gaven waarnemend korpschef Henry Seedorf en de justitieminister aan dat Prade met ziekteverlof was. Toen wilden ze niet meer informatie hierover kwijt. De werknemersorganisatie Openbare Werken, WOOW, is het niet eens met de recente besluiten van de leiding van het ministerie. Vooral ten aanzien van de maatregelen die getroffen zijn tegen het personeel vanwege de acties van de bond. Dit zei Michael Salons, voorzitter van de vakorganisatie, vandaag op een persconferentie.
Salon stelt dat er geen ondoordachte besluiten genomen moeten worden door de autoriteiten, in het bijzonder minister Riyad Noor Mohammed. De werknemers zijn al een hele poos op allerlei manieren bedreigd in verband met die actie. En op 30 augustus hebben ze allemaal, en ze krijgen nog steeds, die nog niet hebben gehad, krijgen nog steeds, individueel een schrijven waarbij wordt aangegeven dat er no work, no pay toegepast zal worden. Ingaande januari. Laten we het houden januari, want hij heeft gezegd 1 januari, maar die mensen waren op 1 januari vrij. Hij was misschien aan het werk, maar zij waren vrij, dus je kan daar geen no work, no pay toepassen voor die dag bij die mensen. Salon zegt verder dat het besluit van de minister de vakorganisatie niet afschrikt. De WOOW dreigt dat als er niet gereageerd wordt op het schrijven van de vakorganisatie, de acties verscherpt zullen worden. We hebben hem meerdere malen eigenlijk willen helpen om die acties op te schorten. Door hem te vragen naar een streefdatum van de punten die wij bij hem hebben ingediend. Want we hebben hem gezegd, minister, we willen die acties ook opschorten. In onze laatste schrijf hebben we hem aangegeven, dat krijgt hij straks te zien, hebben we hem aangegeven, ja, dat minister, we willen het nieuwjaar niet ingaan met acties. Kom, laten we overeenkomen, ja, en kijken en voor elk punt een streef, dat minodruk, minister, zeg, geef me een datum wanneer het is opgelost. Salon zegt dat hij weet dat de minister voor bepaalde zaken afhankelijk is van zijn collega's. Juist daarom moet er teruggekoppeld worden met de vakorganisatie, omdat die goede bedoelingen heeft met het ministerie. De vijfde COVID-19-golf in Suriname is een feit. Dit zegt gezondheidsminister Ummer Ramadien. De bewindsman geeft aan dat het aantal besmettingen schrikbarend is en daarmee gesteld kan worden dat we in de vijfde golf beland zijn. De minister benadrukt dat delen van de gemeenschap zich niet aan de maatregelen hebben gehouden. Ik kan die frustratie best begrijpen van mensen. Kijk, het is zo dat we allemaal hebben gevierd. We hebben allemaal het op ons genomen om te gaan feesten. En uiteraard, ja, in dagen wat er tussen 7 en 10 dagen dat we nu allemaal merken dat mensen klachten hebben. En je verwacht eigenlijk dan als persoon dat alle systemen in place zijn. Maar ik vraag geduld, want je ziet zelf wat de toeloop is. Het is niet iets, een situatie wat wij hadden gewenst en waarop iedereen had gewacht. Ja. We wilden het liefst hebben dat het rustig zou verlopen, dat we lang buiten golf zouden kunnen blijven. Maar we moeten die verantwoordelijkheid ook op ons nemen. Ik ga feesten, ik ga naar onze shoplocatie, ik ga pressie druk, in een wrak. Want er zijn zoveel mensen die hebben gefeest. Dus nogmaals, ik wil een beroep doen op de mensen om niet te geïrriteerd te raken. We zijn ook maar mens, ook de mensen bij het BOG die wilden een rustige jaarwisseling hebben. We hebben jammer genoeg dat niet kunnen hebben. Maar dat komt ook mede door een groep mensen in het land die het negeert, die eigenlijk het presidentieel besluit gewoon genegeerd heeft. Ramadien zegt dat mensen die zijn gaan feesten en nu ziek zijn door het virus de consequenties moeten aanvaarden. Vanwege de ontstaande situatie bestaat de mogelijkheid dat de zorgsector weer onder druk zal komen te staan. Wat we ook verwachten, kijk, zorgwerkers zijn ook mensen. Dus de mensen hebben ook hun vrijheid en hun recht op ontspanning. Dus ik verwacht en we verwachten dat ook in de zorgsector ook uitvallers zullen zijn. Hè? We hebben in alle golven gezien dat er heel veel besmettingen ook waren onder zorgpersoneel. Dus het geluk is en het mooie, het goede nieuws is eigenlijk dat wat ik net zei, dat wij merken dat er minder opnames zijn. Dus ja. De stijging in opnames is niet in lijn met de stijging in het aantal infecties.
Ramadine accentueert dat voor gevaccineerden de klachten milder zullen zijn. Hij adviseert de samenleving om niet in paniek te raken en zich te laten vaccineren. Ramadine zegt dat het te vroeg is om te praten over een totale lockdown, maar die maatregel is zeker niet uitgesloten. Aan de hand van de ontwikkelingen zullen de maatregelen weer bekeken worden. Het ministerie van Defensie kan volgens minister Krishna Kumari Mathura geen mededelingen doen over een lopend onderzoek en of een reeds ingestelde vervolging. Volgens de bewindsvrouwen is het Openbaar Ministerie met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten. Volgens Mathura is een speciaal team bestaande uit politieambtenaren en leden van de militaire politie onder leiding van het Openbaar Ministerie belast met het onderzoek van de gestolen wapens en munitie van het Nationaal Leger uit de wapenkamer van ex-president Desi Bouterse. En daar kan de uitvoerende macht zich niet mee inlaten ter voorkoming van het schaden van het belang. Inlichtingen en informatie die kunnen leiden tot oplossing van de zaak of tot het vinden van de wapens worden doorgeleid naar het team, zegt de bewindsvrouw.